In de workshop Kruiden gaan we eerst naar het verleden kijken en kijken hoe alles in de geschiedenis gebeurde met kruiden. Wie maakte er gebruik van? Wat deden ze ermee? Wat maakten ze ermee? Daarna gaan we iedere week opnieuw aan de slag met een nieuw kruid. Eerst kijken we naar alle weetjes van de kruiden. Wat is er belangrijk aan? Waar zijn ze goed voor? Daarna gaan we aan de slag en gaan we week na week ons eigen product maken voor in onze eigen medicijnkast. Zoals bijvoorbeeld tijmsiroop of iets met salie tegen de keelpijn. Zo bouwen we onze eigen potjes en eigen producten van kruiden en maken we ons eigen kruidenboekje.